Dit is een boek dat ik ooit heb gelezen. Het is een van de enige boeken die ik ooit heb gelezen van de 18e eeuw. Het is een oud boek over de kunst van het verlengen van het menselijk leven. Ik was namelijk wel geïnteresseerd, gefascineerd door hoe ze daarover dachten in vroeger. Er zit soms wel een zekere magie in en een zekere directheid in als je van die oude boeken leest. Maar goed, het is in ieder geval een boek en dat heet Macrobiotiek en de kunst van het verlengen van het menselijk leven. Het gaat niet over de macrobiotiek waar we tegenwoordig aan denken. Als we denken bijvoorbeeld aan de Japanse filosofie, wat we in Nederland met name associëren met heel hard brood. Maar macrobiotiek is dus een oude naam die een oude hofarts in Duitsland, als ik me niet vergis, misschien in Oostenrijk, hij gebruikte dat woord voor het verlengen van ons menselijk leven. En dat is eigenlijk niet iets van de recente tijd. Het is al heel lang een doel. Sinds de oudheid in feite proberen mensen al op allerlei manieren een lang leven te leiden. En dit boek is heel interessant omdat Hoefland die spreekt niet alleen maar over de wetenschap van die tijd, maar hij spreekt ook over hoe alle oude volkeren erover dachten en wat voor manieren zij proberen te vinden. En hij komt uiteindelijk tot de conclusie dat een lang leven altijd de belangrijkste wens en voornaamste doel van de mensheid is geweest. Ik denk dat hij daar al een beetje te ver in gaat, maar het is in ieder geval een belangrijk doel. Maar hoe verwarrend en tegenstrijdig zijn de plannen die ooit zijn voorgesteld om het te bemachtigen? Nou, daar komen we zo op terug. Dus we hebben we hebben eigenlijk in de wetenschap, de huidige wetenschap, leeft dit idee natuurlijk gewoon nog steeds door, hè? Dus in de wetenschap heb je het idee dat is natuurlijk waar de meeste mensen meteen aan denken. Als ze denken aan hoe kun je een lang leven leiden, denken we aan hoe we op een wetenschappelijk verantwoorde manier, medisch verantwoorde manier, gezond een goed leven kunnen leiden. Nou, er zijn dingen die door de wetenschap zijn geassocieerd met een gezond leven. Ik weet niet of je dit kunt lezen, het is een beetje klein. 75% van onze levensduur wordt bepaald door persoonlijk gedrag en omgevingsfactoren die kunnen worden veranderd. Dus omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld dat je in een gezonde omgeving leeft die niet heel veel smog kent of zo. Ja, bijvoorbeeld in Bangkok in Thailand hebben ze tegenwoordig een probleem met smog en dat de lucht eigenlijk niet meer zo schoon is. En dat is de reden waarom het heeft wel. Je kunt wel afvragen of het ze misschien een langer leven heeft gegeven, want het is wel de reden waarom de Thai dus ook heel gewend zijn aan het dragen van mondkapjes. En uiteindelijk heeft dat wel voordelen gehad in de huidige tijd. Maar goed, dat is niet iets wat je wil. Je wil een schone omgeving. En er zijn ook allerlei dingen die anders ook nog geassocieerd zijn met een lang leven. Niet roken, nou, dit weten we allemaal wel. Alcoholconsumptie beperken. Dit is eigenlijk nog vrij een beetje gedateerd. Tegenwoordig zeggen ook heel veel gezondheidsexperts dat zelfs een klein beetje alcohol toch ook wel kanker kan veroorzaken. 7 tot 8 uur slapen. Niet te snoepen. Wie houdt zich daaraan? Dat weet ik niet. Aan een dieet gebaseerd op planten. Ah, oké, okay. Heel goed, Jos. En een Ja. geregelde consumptie van groenten, noten en oesters, notabene. Dus dat is wel een verschil tussen de westerse wetenschap en oosterse wetenschap. Oosterse wetenschap, vooral de Chinese traditionele geneeskunde, die is altijd tegen oesters en tegen inktvis en dergelijke. Daar is niet echt veel basis voor. Gymnastiek, lichaamsbeweging, dat weten we allemaal wel, hè? En dit schijnt ook gerelateerd te zijn aan een lang leven. Geregeld video's met schattige katten bekijken. Sommige wetenschappers die hebben dat echt werkelijk onderzocht. Maar wat blijkt nu?
Zelfs als mensen zich aan al die regels houden en proberen een heel goed leven te leiden en gezond, komen we toch vaak tot de conclusie dat mensen eigenlijk, als ze eenmaal boven de 70 zijn, dat we eigenlijk in de loop van de jaren, ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang, als mensen eenmaal boven de 79 zijn, dan worden ze eigenlijk niet veel ouder nog. Ik heb hier gezegd 70 plus, maar het is eigenlijk meer 80 plus. Dus dat is eigenlijk een heel raar iets wat we eigenlijk, wat ze eigenlijk proberen nu in de wetenschap te ontdekken. Van ja, ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang, als mensen eenmaal oud worden, dan worden ze eigenlijk niet veel ouder dan zo 86 ongeveer, 85. En dat verschilt natuurlijk ook wel per land, maar als mensen eenmaal, zeg maar, voorbij geen ernstige ziektes oplopen en dergelijke, dan worden ze eigenlijk nooit ouder, nooit veel ouder dan dit. En daar weten ze eigenlijk niet precies hoe dat komt. En dat is in de wetenschap nog een beetje een raadsel. Er zijn allerlei manieren bedacht om daar, dus eigenlijk, er zijn zelfs wetenschappers die zeggen van nou, je kunt wel aan kanker gaan werken en zo, maar eigenlijk is ouderdom, dat is eigenlijk de werkelijke boosdoener die je moet aanpakken. Ouderdom zelf is een ziekte die je moet oplossen. Ja. Dus dat is een beetje van de recente jaren. Voor ongeveer sinds de 90 jaren is het onderzoek daarover een beetje geëxplodeerd, zeg maar. Er is natuurlijk de rare oplossingen. Je hebt mensen die zichzelf gaan invriezen in ijs, wat ze cryonisme noemen. Dat je je invriest in ijs en dat je hoopt op die manier dat je op een dag, als de wetenschap meer vooruit is gegaan, dat je dan weer kan laten, weer opnieuw tot leven kan laten wekken, zeg maar, omdat je altijd ingevroren bent. Maar er is is daar eigenlijk heel weinig bewijs voor dat dat werkelijk zou kunnen. Alleen maar omdat je iets invriest, wil niet zeggen dat je in de toekomst het weer kan, hoe noem je dat, ontvriezen. Wat wel een andere theorie is die een beetje door filosofen en technische futurologen en zo is voorgesteld, is dat we ons bewustzijn naar een computer kunnen uploaden. Dus wie daar interesse in heeft. Dit is natuurlijk wel de vraag van, is dat hetzelfde als dat je echt voor altijd leeft dan, als je je bewustzijn naar een computer uploadt, en kan het überhaupt? Nou, de meer recente theorie is dat de hele reden waarom we ouder worden en uiteindelijk doodgaan, is vanwege de telomeren. Telomeren is een onderdeel van een cel in ons lichaam. En die telomeren die worden kleiner na verloop van tijd. En dat is eigenlijk al min of meer geprogrammeerd vanaf het moment dat je bent geboren. En die telomeren die worden kleiner, en als die kleiner worden, dan gaan je cellen dus beschadigd raken. En het interessante is dat in een recente van 2 jaar geleden, een review van een heleboel studies die zijn gedaan, hebben ze dus geconcludeerd dat meditatie ook de telomeren verlengt. En dat is vrij revolutionair. Dat is nog vrij recent pas ontdekt. Of eigenlijk al eerder bewezen, maar nog niet, ja, als een conclusie, zeg maar. Dus dat is wel interessant, dat meditatie ook werkelijk je leven kan verlengen. Ja. En het meest recente onderzoek is dan een zogenaamd DAF2-gen. Als je dat zou aanpakken, dan zou je, als je daar op een of andere manier dat gaat manipuleren, dan zou je een lang leven kunnen leiden. En dat zou je. Er zijn dus zelfs experts in de wetenschap die zeggen dat we over 20 jaar misschien zelfs de hele ouderdom, of de hele, ja, onze dood in het min of meer kunnen overwinnen. En dat we 1000 jaar zouden kunnen leven of zo. En dat kunnen we misschien een beetje wegwuiven als een fantasie van de moderne wetenschap die denkt dat hij het leven onder controle heeft. Maar het is niet iets alleen van de recente tijd. In de ouderdom had je het idee dat je een fontein van de eeuwige jeugd had. En dat je die ergens kon vinden in het Midden-Oosten of een andere plaats. Hier zie je de versie van een Arabische versie, zeg maar. Waarbij zie je twee mensen uit het Midden-Oosten
die, die naar een bakje met water kijken waarin een vis zit te zwemmen. En als je daaruit zou drinken, dan zou je voor altijd leven. Een soort mythologie van als we daar maar van drinken of als we die bron weten te ontdekken, dan zouden we voor altijd kunnen leven. Nou, dat is een beetje een Indiana Jones verhaal wat natuurlijk nooit ontdekt is. En, maar goed, dat is dus een fantasie of een filosofie die we eigenlijk altijd als mens hebben. Van hoe zou je eigenlijk voor altijd kunnen leven? Misschien als iemand wel eens naar China is geweest, heb je wel eens misschien dat graf gezien. Ik ben er zelf nooit geweest, hoor. Maar heb je misschien wel eens gezien, plaatjes gezien van dat graf, waarin een heleboel soldaten als een soort poppen zijn begraven geweest, samen met een keizer, een Chinese keizer. Ja. En heb je wel eens gezien, Jana? Nee, alleen beeld. Niet, ja, in beeld. Ja. Ja. En dat was dus met het idee van, zolang ik maar heel veel mensen om me heen of figuren om me heen begraaf, dan zal ik in het volgende leven, zal ik op een of andere manier misschien weten op die manier de dood te kunnen overwinnen door een leger. Ja. Dit is een foto van een Franse mevrouw, ik ben even haar naam kwijt, maar volgens de records is zij de mevrouw die het langst heeft geleefd. Ze heeft geloof ik 121 jaar lang geleefd. Maar ook aan haar lange levensduur zijn weer twijfels getrokken. Sommige mensen zeggen dat het gewoon een misverstand was met, of niet een misverstand, maar dat er een beetje fraude was gepleegd. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig ervan, om een lang verhaal kort te maken. Of het nu de wetenschap is, of vroeger de avonturiers, de Indiana Jones van die tijd. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de eeuwige jeugd. Maar is er wel zoiets? En willen we lang leven, hoe doen we dat dan? Nou, die heb ik het al. Ga ik hier even aan voorbij. Dit is de kijk wat de Boeddha erover had. En eigenlijk moet ik zeggen, de Boeddha die spreekt niet echt over hoe leef je lang. Maar hij heeft het over vitaliteit. En dat is een woord dat hij gebruikt. En dat kun je vertalen als vitaliteit. En dan zegt hij, hoe kun je lang en vitaal leven? Er zijn verschillende lijstjes in het boeddhisme. Maar het zijn eigenlijk meestal variaties op dit lijstje. Dus er zijn 5 dingen hier en op het eerste gezicht lijken ze misschien nogal voor de hand liggend, maar er zijn een paar dingen die een beetje uitblinken. En er zijn een paar dingen die technische termen zijn in het boeddhisme. Dus daar wil ik nog even op ingaan. In allereerste plaats geschikte dingen gebruiken. En geschikt in het oude Pali is sapaya. Sapaya is is een woord in het oude Pali en dat betekent geschikt of gepast. Dus, in het Thais hebben we daar het woord sabai aan te danken. Martine, weet je nog wat sabai is? Sabai, rustig aan. Ja. In het Thais is de hele betekenis dus veranderd. En is het woord sapaya is daar sabai geworden en het betekent dus rustig aan, kalm. Met andere woorden, het is geschikt op een manier dat je leven relaxter van wordt. Zo zou je het kunnen concluderen, zeg maar. Dus sapaya is eigenlijk geschikt of gepast. De juiste dingen in je leven. En dat is Pali? Ja, dus sapaya is het Pali en sabai is het Thais. Ja, en dan gaat het over dingen zoals je kleding die je draagt, de dingen die je hebben en je houden. Dat zijn de dingen waar de Boeddha meestal naar verwees als hij het had over sapaya. Kleding, eten, je huis, je gezondheid. De juiste mate in dingen kennen. Dus dat je niet overdreven daar met die dingen omgaat. Dus kijk, hoe meer je hebt, hoe meer zorg je hebt. En dat is natuurlijk niet goed voor je gezondheid. En aan de andere kant, het feit dat je een leven leidt wat eenvoudig is, of misschien om een modern woord te gebruiken, minimalistisch, dan heb je in feite ook een zekere vreugde daarin, die je daarin kunt terugvinden. Er zijn tegenwoordig allerlei filosofieën van mensen die proberen een zekere vorm van minimalisme in te bouwen in ons dagelijks leven.
De een wat meer commerciëler dan de ander. Ik geloof dat er een bekende Japanse vrouw is die een hele talkshow of een hele show daarover is begonnen. Vanuit een soort van filosofie van het Franse, het Japanse Shintoïsme. En daarbij mediteert ze ook, dus dat is wel bijzonder. Maar het hele idee is dus dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan je werkelijk denkt. En dat je dingen kunt simpeler maken. En dat is wel op zich een goede filosofie. Alleen, een beetje problematisch is dan wel dat ze weer allerlei dure dingen weer zelf verkoopt. En dan denk je van, ja, ik heb net mijn huis opgeruimd volgens jouw filosofie. En dan moet ik al die spullen weer van je kopen. Maar goed, iedereen moet zijn brood verdienen, zullen we maar zeggen. Dus in feite is dit iets wat we denk ik wel meer gaan begrijpen nu de laatste tijd. Omdat iedereen heeft wat behoefte aan wat meer eenvoud. In feite zie je ook in het ontwerpen van technologie een zekere tendens om dingen steeds meer eenvoudiger te maken. Je ziet het op websites, je ziet het op telefoons, computers. Alles probeert strak te houden en eenvoudig. Het hele idee is natuurlijk begonnen met Apple. En Apple, dat wil zeggen Steve Jobs, die had het idee van zen-boeddhisme. Steve Jobs die was volledig gefascineerd door het zen-boeddhisme en die probeerde dat dus in te bouwen in zijn telefoons. Nou, dat is wel enigszins gelukt, maar ik weet niet of mensen er nou echt meer zen zijn geworden van hun iPhone. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je het verschil kent tussen wat heb je werkelijk nodig en wat is extra. En ik denk dat niemand daarin volledig perfect is. We maken allemaal wel eens fouten dat we denken van nou, eigenlijk is dit niet iets wat ik echt nodig heb. En het feit dat ik er toch naar bezig ben, dat ik het toch probeer dat in mijn leven in te bouwen, maakt dat je eigenlijk jezelf minder gelukkig maakt op die manier. Dan komen we eigenlijk op het tweede wat de Boeddha hierover zegt. Van ja, je moet de geschikte dingen gebruiken, maar met mate. He, dus oké, je hebt een huis nodig om te overleven. Je kunt in ieder geval in een koud land als dit hier, kun je niet zomaar zonder huis kun je niet lang leven. Maar is het werkelijk nodig om drie huizen te hebben, om maar iets te zeggen? Er was een keer een koning die de Boeddha ontmoette. En, en hij zei van ja, ik heb drie paleizen. Misschien meer villa's voor die tijd, maar goed. En de Boeddha zei, ja, hoeveel kun je er tegelijkertijd gebruiken? Ja, eigenlijk kun je maar in één paleis tegelijk wonen. Waarom heb je er dan drie, weet je wel? Ja. In de tijd van toen de Thaise meditatiemeester Lompusa, die ook wel bekend is in het Westen als Ajahn Chah, toen hij nog leefde, was er een Westerse leerling die bij hem in de leer ging en die eigenlijk wilde veranderen van accommodatie. Hij was niet tevreden met zijn hut. Soms noemen we de plaats waar een monnik slaapt, noemen we hut of cel of iets dergelijks. Maar Lompucha, die was een hele slimme, wijze leraar. Dus hij zei tegen hem, ja, je mag wel veranderen van hut, maar dan mag je alleen veranderen in het weekend. Iets in die trend, zei hij. En dus ging die westerling, die ging dan vervolgens het weekend naar de ene hut en dan weer in de weekdagen naar de andere hut. En uiteindelijk werd hij dat zo beu dat hij uiteindelijk een van die twee hutten koos. En er nooit meer naar vroeg naar een andere hut. Dus eigenlijk kun je op die manier ook wel naar de dingen kijken. We hebben een neiging om snel dingen beu te worden. Er zit er een zekere magie in wanneer we iets voor het eerst hebben. En dan na een tijdje verdwijnt die magie weer, wanneer we het een tijdje hebben gehad. En dat geeft ons eigenlijk niet echt vreugde. Het geeft ons eigenlijk niet veel plezier. In tegenstelling tot wat de Japanse mevrouw zei. Is er eigenlijk nooit vreugde in de spullen die we hebben. Maar de vreugde zit erin dat we de dingen kunnen minimaliseren en eenvoudig houden. Dus dat is denk ik wel niet een heel nieuw idee. En het slaat denk ik tegenwoordig juist veel meer aan. Ja. Maar het heeft heel erg te maken met de menselijke geest. We hebben een hele sterke neiging om eigenlijk, zodra we weten dat we meer kunnen, om dan toch wel even te willen kijken of we dan meer zouden kunnen hebben. En hoe dat voelt. En er is een heel mooi verhaal voor een van mijn favoriete
auteurs waar ik eigenlijk nog veel meer van zou willen lezen. Tolstoy, de Russische auteur. Een beetje een monnik van zijn tijd. En hij heeft een heel beroemd verhaal geschreven. Een soort van verhalenbundel. En dat verhaal dat heet, en dat is een belangrijke titel, let op. Hoeveel land heeft een mens nodig? Nou, Diana, als je het verhaal al kent. Of, ja, ken ik, ja. Prachtig. Als jullie het verhaal al hebben gehoord, heb ik het jou al verteld, Jos? Nee. Oh, misschien heb je het al gelezen. Nee. Nou ja, dit verhaal gaat dus over een man. En die man die wil op een dag dus... Die man, het is een beetje die tijdgeest in die tijd... dat hij heel erg goed zijn brood kon verdienen met het opkopen en het weer verkopen van land. En dat wist hij heel erg, op die manier rijk te worden. Doordat hij dus voortdurend land opkocht en weer verkocht, werd hij uiteindelijk enorm rijk en hij wilde eigenlijk een beetje gulzig aan het worden. En op een dag was er een familie en die familie, die zeiden tegen hem, we gaan nu een heleboel, we bieden u land aan als u interesse heeft. Ja, ik ben altijd geïnteresseerd in meer land. Dan kan ik mijn geld weer verdienen. Maar er is wel een voorwaarde, meneer. Dit is een enorm land. Het is een soort van natuurgebied, een soort van park. Het is heel groot. Maar u mag zoveel hebben als u in binnen één dag kunt afleggen. Dus als u bijvoorbeeld zoveel kilometer heeft afgelegd, dan moet u uw schop of uw schep steekt u in de grond. En dan is dat de plaats waar u bent gekomen, waar u naartoe bent kunnen lopen. En dat is het gebied wat u mag hebben. Tot daar, dat is de grens. En dan kunt u weer teruggaan. Maar u moet wel terug zijn voor de zonsondergang. We kunnen niet gaan overnachten hier. We moeten wel weer terug. Dus dat is de voorwaarde. Oké? Mee eens? Prima. Nou ja, hij was natuurlijk helemaal enthousiast. Hij kon bijna niet slapen. Hij had wel allerlei rare dromen. En de volgende dag ga ik echt stevige buit winnen. En hij liep. De volgende dag kwam hij daar en hij zag die familie. En hij rende meteen het land in. En hij begon zoveel mogelijk om zich heen te kijken welke richting hij het best op kon en wat hij allemaal wilde hebben. En dat was mooi en dit was mooi en dat zijn mooie bomen en dat is een mooi meer en dat wilde hij ook hebben en dat wilde hij ook hebben. En dat is eigenlijk wel prachtig en dat is ook wel mooi. En dat wilde hij allemaal ermee doen en hij zat zich allemaal dingen te fantaseren. En uiteindelijk liep hij en hij had eigenlijk, was hij helemaal het vergeten dat hij ook nog weer terug moest voordat de zon was ondergegaan. Dus hij zag al dat de zon behoorlijk dicht bij de horizon begon te komen. Dus hij stak snel die schop, maar toen dacht hij, oh, dat is ook nog wel interessant. Dus hij liep nog een klein stukje verder. En nog een klein stukje. En uiteindelijk wist hij heel snel nog de schop in de grond te steken en hij begon terug te rennen. Want de zon die kwam wel heel dicht bij de horizon nu. En hij rende en hij rende en hij rende en hij rende en hij moest heel hard rennen. Want anders zou hij al zijn land weer kwijt zijn. Ja, dat was geen goed zaken doen natuurlijk. En uiteindelijk rende die. En uiteindelijk was hij heel blij, want net voordat de zon onderging, zag hij dus die familie die daar helemaal in de verte zag hij ze hem toejuichen. Jee, hij is er. En hij rende en hij rende en hij rende om nog op tijd te zijn. Hij wilde zijn land niet kwijt. En hij hield heel erg vast aan dit land wat hij notabene zo lang voor had gelopen. En hij rende en hij rende en uiteindelijk viel hij hoog op de botel. Belandde hij net voor de voeten van die familie. Maar op dat moment had hij een hartstilstand en viel hij dood neer. Want hij had zo hard gerend en zo lang. En het was eigenlijk niet zo goed voor hem. Want zo jong was hij ook niet meer. En die familie die had geen keuze dan hem maar gewoon te begraven. Op een, hoe lang zal het zijn? Ongeveer 1 bij 2 meter. Wat meteen een antwoord is op de vraag. Hoeveel land heeft de mens nodig?
Dit is een heel beroemd verhaal. Het is heel veel naverteld en zelfs verfilmd, geloof ik. En het illustreert dat we de neiging hebben soms, om als we eenmaal weten dat we meer zouden kunnen hebben, om dat dan ook eruit te proberen. Met alle consequenties van dien. Het hele kolonisme en volgens sommigen ook het racisme heeft zijn oorsprong in het feit dat we gewoon meer dingen willen hebben. Specerijen, de bepaalde smaak, een bepaalde geur en een bepaald aanzien dat erbij komt. En in de huidige tijd zijn een aantal van die problemen misschien wat meer opgelost. Maar we hebben nog altijd wel de neiging om meer te gebruiken dan we willen. Misschien zijn er niet zozeer de andere volkeren die eronder lijden, maar wel nu steeds meer het milieu. Ja. En door die verlangens te leren kennen en ermee om te gaan, is dat niet alleen beter voor het milieu, maar het is ook in de eerste plaats heel goed voor jezelf. De Boeddha die zei dan ook hierover dat tevredenheid de grootste wilde is. Want als je eenmaal tevreden bent met wat je al hebt, dan heb je eigenlijk jezelf al superrijk gemaakt. Want ja, je bent het gevoel, waar is eigenlijk het verlangen naar op zoek? Is verlangen op zoek naar meer bezit, naar meer te hebben? Of is eigenlijk verlangen uiteindelijk op zoek naar tevredenheid? Want we denken dat we op die manier tevredenheid kunnen winnen, maar uiteindelijk winnen we het niet. Dus als we meteen een soort van shortcut doen en het verlangen overslaan, of de zoektocht moet ik zeggen, overslaan, komen we uit bij tevredenheid. En we hebben in Nederland nog wel eens de neiging om dat te veel te associëren met een soort van geforceerde boterham met tevredenheid. Jos, heb je dat nog? Ken je de boterham met tevredenheid? Dat is misschien iets nieuws voor Jana, of niet? Ja. Dat moet je misschien even uitleggen, Jos. Ja, dat kan ik niet. Oh, is het pijnlijk? Ja, ik weet het. Er werd vroeger wel vaak gezegd, je werd gecorrigeerd als je te inhalerig was. Oké. Okay. Ja, zoiets, denk ik. Ja, ja. Ja, ik heb gehoord van mijn grootouders dat vroeger iets was wat je dan kreeg. Dus dan kreeg je een boterham met tevredenheid. En dat was dan met name, misschien was het ook wel op bepaalde vastdagen, zoals de katholieken dat deden vroeger. En dan was dat zeg maar een boterham met niets erop. En dan moest je dat er zelf bij bedenken. Het is natuurlijk een beetje geforceerde filosofie op die manier, maar er zit wel een idee achter van, uiteindelijk is een groot deel van tevredenheid heeft te maken met onze verbeelding. Het feit dat we gewoon iets kunnen vinden in iets wat er niet is. Of wat eigenlijk, ja, laat ik het zo zeggen, je hebt eigenlijk niet veel nodig als je je verbeelding hebt. En dan je hebt eigenlijk veel minder nodig als je gewoon de waarde kunt zien in iets kleins. Dus terug kunt kijken naar wat er altijd al is geweest, namelijk die boterham, en daar de waarde van kunt zien. Alleen zoiets kun je natuurlijk heel moeilijk forceren. Daarom is de boterham met tevredenheid, heeft helaas de oorlog niet overleefd. Een derde ding wat de Boeddha noemt, en dat lijkt een beetje willekeurig, is een goede spijsvertering. Nu is dat eigenlijk een beetje, denk ik, als ik het goed begrijp, de oude Indiaanse manier om te zeggen een goede gezondheid. Want in Azië wordt gezondheid heel erg geassocieerd met een spijsvertering. Dus als je gezondheid nog goed is, dan is je spijsvertering nog goed en dan kun je nog lang leven. Met andere woorden, dit komt eigenlijk op neer om gewoon goed voor je gezondheid te zorgen. Wat we al eerder het over hadden in het begin. Dus gezond eten en elke dag bij voorkeur. En anders regelmatig een beetje lichaamsbeweging, zodat je hart echt in beweging komt. Niet alleen maar een beetje heen en weer ijsberen op je kamer. dat is natuurlijk misschien niet dat het in die woorden werd uitgedrukt. Dus de Boeddha die zegt een goede spijsvertering en daar bedoelt hij eigenlijk mee goede gezondheid. Dan de laatste twee zijn eigenlijk een beetje apart en die zie je niet altijd terug in de meest voor de hand liggende lijstjes van
dingen waar je op moet letten met het nieuwe jaar, als je een goed voornemen maakt of als je naar de dokter gaat, wat je kunt verwachten dat hij tegen je zou zeggen. Een ethisch leven. En het Pali woord daarvoor is sila. En sila betekent eigenlijk een morele gewoonte. Of een geheel van morele gewoontes. Eigenlijk is een ethisch leven is niet eens zo'n slechte vertaling. Ook al is het misschien een beetje modern. Maar een ethisch leven, wat houdt het eigenlijk in? Er zijn twee dingen in het boeddhisme die eigenlijk een beetje anders zijn. En er is in de eerste plaats is sila, of een ethisch leven. Het andere is zich vasthouden aan regels en geloften. Sila gaat specifiek om het doel om niet jezelf en anderen te willen kwetsen door daden, woorden en gedachten. Het is een soort van fundamentele stap waarmee je je geest ontwikkelt. Dus het is eigenlijk een soort basis. En het idee is dat je daardoor dus ook, wat ik al eerder in een vorige lezing zei, 2 weken geleden als ik me niet vergis, dat je daarmee ook minder spijt hebt in je leven. En dat sila is daar, ligt daar dus aan de basis van. Dus dat je zeg maar meer tevreden bent met je leven. Niet in de zin van tevredenheid als minimalistisch of zo, maar tevreden met jezelf als mens. En aan de andere kant heb je zich vasthouden aan regels en geloften waar de Boeddha heel kritisch over was. Het is enkel iets doen omdat de traditie dat voorschrijft. Bijvoorbeeld het baden in de Ganges, wat vrij algemeen geloof is in het oude India en nog steeds. Daar was de Boeddha niet echt over te spreken, omdat hij vond dat dat gewoon... hij zei, als je gelooft dat dat zo goed voor je is, je kunt hier ook in de plaatselijke rivier baden. Hij was daar eigenlijk een beetje humoristisch over. En hij zei zelfs van als het werkelijk je zou zuiveren, dan zouden alle vissen in de Ganges toch inmiddels wel de verlichting hebben bereikt. Iets in die trend, zei hij. Dus op zonde of slecht karma op te ruimen is natuurlijk niet alleen maar een paar regeltjes volgen of zo. Maar een ethisch leven is dus niet doen wat er in een boekje staat. Maar het is wel, er zijn wel voorbeelden in het boeddhisme. In specifiek heb je een lijstje van 5 sila's of 5 leefregels of 5 ethische principes. En die zul je ook heel veel terugvinden in mindfulness cursussen en dergelijke. En dat gaat eigenlijk uit dat iedereen in het leven eigenlijk heel veel geeft om 4 dingen. Leven en gezondheid, bezittingen, partner en kinderen, onderlinge oprechtheid. Nou, je leven, je gezondheid, dat spreekt vanzelf. Bezittingen denken mensen, ja, ik weet niet of ik daar zoveel om geef. Nou ja, het gaat er meer om dat je genoeg wil hebben dat je jezelf in leven kunt houden. Daar geven mensen over het algemeen wel iets om. En natuurlijk, als je huis in fik zou staan, dan zou je misschien, nadat je uit je huis bent gerend, zou je misschien denken van, oh, ben ik wel verzekerd? Dat is nummertje 2, je bezit. En dan zou je misschien denken, oh, zijn de kinderen nog binnen? En misschien denken mensen daar eerst aan. En dan zou je misschien terugrennen voor je vrouw en kinderen. Maar misschien kun je je vraag stellen als iemand nooit oprecht is geweest, of je dan zou terugrennen. Dus eigenlijk zijn dit 4 dingen waar mensen heel veel om geven, die heel belangrijk zijn en die je eigenlijk, ja, waar je toch je leven voor zou geven. Heel veel mensen in ieder geval. En op basis daarvan zijn er in het boeddhisme 4 resoluties van ethisch gedrag. En er is ook nog een 5e, die noem ik zo. Omwille van compassie dood je geen levende wezens. Dat is het eerste. Dat is eigenlijk iets wat natuurlijk vanzelfsprekend is en de meeste mensen tegenwoordig wel een redelijk geweldloze levens wijzen. Omwille van juist levensonderhoud neem ik wat niet gegeven is. Dat is iets wat we misschien nog wel eens tegenkomen in ons beroep, in ons werk, dat we soms wel eens dingen doen die niet helemaal kosher zijn. Dat is iets waar je bij kunt stilstaan. Corruptie komt in Nederland niet zoveel voor. Gelukkig is Nederland nog steeds... staat het in de top 10, geloof ik, van de minst corrupte landen.
Maar er zijn natuurlijk wel eens old boys networks. Jongens die dingen met elkaar regelen. Wat niet helemaal kosher is. Omwille van tevredenheid ga ik geen seksueel wangedrag aan. Dat klinkt een beetje gek. Dat idee is dat je, zeg maar, wanneer je een relatie met iemand aangaat. Waarbij de, ja, ook zeg maar een lange termijn relatie is. Die ook echt fysiek is, zeg maar. Dat je dan ook, zeg maar, een oprechtheid daarbij hebt. Dus eigenlijk zegt, staat hier van nou, ga niet daar te speels mee om, te willekeurig. Want dit gaat echt om ja, je eigen geest, je eigen, de gewoontes die diep geworteld zijn in je geest. Dus ga er voorzichtig mee om. Dan heb je omwille van oprechtheid spreek ik geen onwaarheden. Nou, dat is wat iedereen natuurlijk waardeert. Dit zijn eigenlijk dingen waarvan heel veel mensen zouden zeggen, ja, dat spreekt vanzelf. Dat zijn hele dingen, dat zijn dingen waar iedereen wel belangrijk vindt. Ja. Maar toch zie je dat mensen aan het einde van hun leven soms terugdenken van, ja, ik heb toch wel fouten gemaakt. En hoe komt dat dan vaak? Soms dat heeft te maken met aandacht en rust van geest. Sommige mensen die geven heel veel om hun familie, maar die maken toch fouten, waardoor ze hun familie kwijtraken. En waardoor komt dat? Omdat soms als je aan je principes wil houden, dan moet je ook een zekere rust hebben van geest, een zekere aandacht. Een zekere oefening van aandacht. We denken nog wel eens dat alle morele regeltjes die door alle religies zijn bedacht, dat het allemaal maar een kwestie is van discipline en wat je ouders hebben tegen je gezegd of geweten of zo. Maar uiteindelijk gaat het ook heel veel om het idee dat je alleen ja, een goed mens kan zijn als je van binnen ook je goed voelt. En dat ethiek en psychologische gezondheid ook heel erg met elkaar verbonden zijn. En dat is iets wat het boeddhisme eigenlijk al heel lang bekend is. Daarom is in boeddhisme de vijfde van die aandachtsoefeningen of leefregels, dat je je onthoudt van dingen die je tot onachtzaamheid leiden. En dat gaat dus ook om alcohol, sigaretten en drugs. Dingen die natuurlijk je ook minder een lang leven geven. Maar dus ook te maken hebben met hoe, ja, hoe je moreel in je leven staat. Ja. Nu zullen heel veel mensen in Nederland zeggen van ja, ik vind het wel een beetje ver gaan om helemaal geen alcohol te drinken en zo. En daar hebben we een beetje ik denk in het Westen hebben we daar een beetje een blinde vlek voor ontwikkeld. We hebben daar nog wel eens moeite mee. Er is natuurlijk ook heel veel stress en spanning in de moderne samenleving. En we hebben daarom soms moeite mee. En dat is natuurlijk ook wel zo in Azië bijvoorbeeld heb je ook heel veel problemen. Bijvoorbeeld in Thailand heb je ook heel veel alcoholisme. Daar niet van. Maar het idee dat het overdreven is om te zeggen dat je niet drinkt en dat iets heel raars is, dat vind je eigenlijk veel meer in het Westen. Hoewel we tegenwoordig wel meer andere tendensen zien. En ik denk dat tegenwoordig in Nederland, als je niet drinkt, het wel wat meer wordt geaccepteerd dan vroeger. Hoewel, als je heel lang teruggaat, zo'n 100 jaar, dan had je natuurlijk ook een beweging tegen alcohol. Wat we ook wel de geheelonthoudingsbeweging noemen. Ja. Alleen zijn we die beweging, in tegenstelling tot wat de naam zou zeggen, zijn we die geheel vergeten. Dus in feite had je daar wel een hele beweging tegen. Tegen alcohol in het oude, vroeger ook in Nederland. Alleen in tegenstelling tot Amerika was er in Nederland nooit het idee dat er een wet moest komen tegen alcohol. En uiteindelijk is die hele beweging een beetje, ja, een beetje verminderd en niet echt veel aandacht meer. Uiteindelijk is het een beetje overgegaan in organisaties die de overheid adviseren of die het publiek adviseren. Maar in de meeste gevallen zeggen ze niet dat je niet drinkt. Maar de wetenschap is er nog niet over uit.
Want er zijn een heleboel toonaangevende wetenschappers die zeggen dat je eigenlijk het beste gewoon niet drinkt. Omdat elke alcohol in je lichaam heeft wel ernstige consequenties. En dat is een beetje een taboe onderwerp. Er is een hele vooraanstaande onderzoeker in Engeland die zo'n 10 jaar geleden is ontslagen. En zijn hele onderzoeksteam heeft toen vervolgens in massa ontslag genomen. En dat was omdat hij vond dat de overheid meer moest doen om alcoholmisbruik en probleemdrinken te voorkomen. En de overheid in Engeland die heeft natuurlijk nogal baat bij dat de alcoholindustrie niet te veel wordt aangepakt. Dus ze vonden het heel oké als hij zich negatief uitsprak over drugs. Maar zodra hij zich drugs begon te vergelijken met alcohol en hij zei eigenlijk dat de gevaarlijkste drug alcohol was, toen zeiden zij, deze professor Nut, want zo heet hij, is een beetje nuts. En toen heeft hij uiteindelijk ontslag genomen. Maar het geeft wel aan hoe geloofwaardig hij was en nog steeds is, dat het hele onderzoeksteam dus ook ontslag nam. Oh. En uiteindelijk is hij dus een onafhankelijk onderzoeksbureau begonnen, wat regelmatig het nieuws is over dit onderwerp. Dus het ligt een beetje gevoelig, om een lang verhaal kort te maken. Er zit een hele industrie achter. En we hebben nog wel eens de neiging om het een beetje te bagatelliseren. Maar er is een verschil tussen alcoholisme enerzijds en probleemdrinken. Probleemdrinken is ook iets, is ook een fenomeen. En zodra je niet zonder kunt, dan ja, is dat niet eigenlijk al een probleem. Dus in feite, waarom we in boeddhisme daar zo mee bezig zijn, is omdat in boeddhisme aandacht en mindfulness en meditatie zo belangrijk is. Dus als je dan iets inneemt wat dat direct vermindert, dan is dat, ja, dan ben je eigenlijk een beetje tegen jezelf aan het inwerken. Ja. Voor mij, ik heb wel ervaren dat het een beetje, dat er soms wel een beetje mensen een beetje gek vinden. Maar in het algemeen dat mensen het ook wel interessant vinden. Als je, van de tijd dat ik nog geen monnik was, hè, dan weet ik dat wel tot interessante discussies kan leiden soms. Omdat, ja, het is gewoon een levensstijl die niet zoveel mensen voor kiezen om helemaal niet te drinken. Je hebt wel mensen die weinig drinken. Maar je hoort niet zo vaak mensen zeggen van ik drink helemaal niet. Omdat ik er tegen ben of zo. Ja. Het is meer iets voor sporters of zo. Maar aan de andere kant, dat is dus heel erg belangrijk in een ethische levensstijl van het boeddhisme. Ja. Dan heb je ook nog de laatste item van het lijstje. En dat is goede vrienden hebben. Nu, dit is niet helemaal, hierin gaat op dit punt gaat de Boeddha niet zozeer tegen de wetenschap in eigenlijk. Of hij zegt in feite iets wat ook wel in de wetenschap terug kan worden gevonden. Want de landen waar mensen het langste leven, en er zijn een aantal eilanden bij, het zijn in verschillende continenten die landen, daar zie je eigenlijk altijd heel veel sociale steun. Het zijn landen waar mensen elkaar helpen, waar vriendschap gewoon is en waar mensen goed voor elkaar zorgen. Dus goede vriendschap en goede vrienden hebben is inderdaad iets wat heel belangrijk is voor een lang leven. Maar in het boeddhisme heeft het ook een diepere betekenis. Het woord goede vriendschap in de oude taal van het Pali is kalyanamitta. En dit woord zullen we nog wel eens tegenkomen. Oh. Oh. Kalyanamitta betekent goede vriend of een mooie goede vriend. En dat is eigenlijk altijd spiritueel. En het is dus iemand die goed voor je zorgt, maar het is ook iemand waarvan je het gevoel hebt, die zou het tegen mij zeggen als ik iets verkeerd deed. Het traditionele voorbeeld is een verhaal waarin twee vrienden, die heten Katikara en Jotipala,
De een wil de ander helpen om wat meer over meditatie en het spirituele leven te leren. Maar de een die is een beetje arrogant en die wil eigenlijk daar niet over weten. En dan gaat de ander zo ver dat hij hem bij zijn haren pakt. En dan denk je van ja, dat is niet een beetje agressief, dat is niet echt goede vriendschap. Maar het idee van dat verhaal is dat je in feite zelfs bereid bent om je vriendschap op het spel te zetten om de anderen te helpen. En dat is in feite het idee. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken, die mensen in je leven waarvan je denkt, die zouden mij het zeggen. En die zouden mij durven zeggen. Die zouden mij ook op een goede manier zeggen als ik iets verkeerd deed. Die zou je kunnen beschouwen als je goede vrienden. Vooral als het gaat om de morele en spirituele beslissingen die je moet maken in het leven. En de Boeddha die vergeleek dat met de eerste stralen zonneschijn wanneer de zon aan de horizon verschijnt. Dus als je 's ochtends wakker wordt en je merkt de zon die komt zo op je gezicht. Of misschien word je wakker voordat de zon schijnt. Maar je begrijpt het idee. Misschien tijdens de meditatie voel je de zon. Dat is de goede vriend die zeg maar bij je huis aanklopt. En de goede vriend dat kan iedereen zijn van een spiritueel figuur die je misschien nog nooit hebt ontmoet, maar die je wel weer respecteert. Bijvoorbeeld, voor mij, mijn leraren in Thailand, die heb ik wel regelmatig ontmoet, maar het is niet dat ik ze elke dag zie. Maar dat zijn mijn spirituele vrienden, omdat ik heel veel heb geleerd van wat ze zeiden. Maar het kan ook iemand zijn in je directe omgeving. Het kan iemand zijn die... Ja, het kan zelfs je buurman zijn of zo. Het hoeft niet per se iemand te zijn die een leraar is. En goede vriend of een goede spirituele vriend, een Kalyanamitta, is heel belangrijk omdat het dus iemand is die goede kwaliteit kan leren. Want heel vaak dan denken we aan allerlei goede dingen van dat is belangrijk en dat is belangrijk. Je moet geduldig zijn, je moet... compassie hebben, maar het is soms moeilijk. Ja. Dat we geen voorbeeld hebben. Wanneer je een voorbeeld hebt, dan is het makkelijker omdat je het gewoon visueel kunt voorstellen. Dat is hoe ons menselijk brein werkt. Als we iets visueel hebben gezien, dan is het makkelijk om het na te bootsen. Maar we zijn natuurlijk wel anders, maar gewoon het feit dat je iets ziet, dat is makkelijker. Daarom is iemand die inspireert door zijn woorden, maar ook door zijn daden, is eigenlijk heel krachtig. Je kunt omgaan met zo iemand te leren van, maar uiteindelijk is het dus ook een onderdeel daarvan is nastreven. En de Boeddha die vergeleek zo iemand met een ontdekker van verborgen schatten. Ontmoet je een mens die je fouten ziet als een ontdekker van verborgen schatten, ga dan om met zo'n wijze en als je dat doet zal het je beter gaan, niet slechter. Dus dit is wat de Boeddha daarover zegt in de Dhammapada. En dat is dus ook een heel onbelangrijk onderdeel van een lang leven. Waarom? Omdat als je een lang leven wil leiden, dan is het ook heel belangrijk om iemand te hebben die je ondersteunt, sociaal. Maar ook iemand die je kan erop wijzen wanneer je fouten maakt. Zodat je, dat je op het goede en spirituele pad blijft. Nou, om een lang verhaal kort te maken, is het belangrijk in je leven te erkennen wat heilzaam en onheilzaam is. Wat goed gezond is en wat niet gezond is. Voor je lichaam en voor je geest. En die twee dingen die hangen samen. En als we dat eenmaal hebben ontdekt, hoe dat allemaal met elkaar samenhangt, dan zijn we denk ik al een stuk verder in. En dan hoeven we misschien niet het DAF2-gen te ontdekken. De Boeddha vat eigenlijk het hele verhaal nog een keertje samen in Dhammapada vers 204. En daarin zegt hij, gezondheid is het rijkste bezit. Wat ik al zei. Tevredenheid is de grootste schat. Vertrouwen is de beste verwant. Dat wil zeggen dat mensen waar we op vertrouwen, die ons inspireren, die we als goede vrienden beschouwen, dat het eigenlijk mensen zijn waarvan we het gevoel hebben dat we ze al heel lang kennen. En nirvana is het hoogste geluk. Uiteindelijk is het ook heel belangrijk voor je gezondheid, mentaal, om regelmatig meditatie te beoefenen,
Want meditatie zorgt heel diep op een diep niveau voor je, de manier waarop je lichaam en geest met elkaar in verband staan. En dit is een verhaal wat jullie allemaal al kennen. Dus daar wilde ik het bij houden voor vandaag. Over het grote raadsel van het lange leven. Natuurlijk moet ik er wel bij zeggen dat een lang leven alleen nuttig is als het een mooi leven is. Want als Hitler een lang leven zou hebben gehad, dan zouden we allemaal een stukje ongelukkiger zijn. Dus het is altijd wel belangrijk natuurlijk om dat niet te vergeten. Maar in het algemeen is een lang leven op zich niet verkeerd, zolang het maar gezond is. En we iets positiefs ermee kunnen.